Goedemiddag, wie bent u? Ik ben Frank Bosma, ik ben docent economie, Albert Einstein College in Hilversum. En ik heb ook een eigen bedrijfje ernaast als bijles- en examentrainer op economisch gebied voor middelbare scholieren. En we zijn oud-collega's natuurlijk, Kent. Ja. Maar er is vanmiddag nog een andere MNO-docent hier. Die heeft iets heel speciaals opgestart op de concurrerende school, het Erfgooierscollege. Oké, ik heb hem nog niet gesproken. Nou, moet je zomaar even luisteren. Ja. Nou is het Albert Einstein is natuurlijk een echte laptopschool. Hè? Daar sta je ook helemaal achter? Zeker, ja. Het is een hele goede aanvulling op het onderwijs. Kan een heel mooie... Aanvulling, dus niet in plaats van boeken? Nee, nou in zoverre een aanvulling. Je kan heel mooi de actualiteiten het lokaal inhalen. En dat is in het hedendaagse onderwijs heel erg belangrijk. Je moet ze toch voorbereiden op de toekomst, op de maatschappij. Ja. Nou, je zei het al, je hebt je eigen business. Waar kunnen we jou terugvinden op internet, Facebook? Ik ben begonnen een paar jaar geleden met een YouTube-kanaal. En daar heb ik wat filmpjes opgezet met uitleg die je in het, het vak economie op de middelbare school moet kennen. En dat begon zo te lopen dat ik dat aantal filmpjes heb uitgebreid. Dat is Economie Academy heet het, op YouTube. En inmiddels heb ik daar een bedrijfje omheen gebouwd en geef ik dus... examentrainingen en bijles. Dat doe ik dan online, maar dat doe ik ook bijvoorbeeld gewoon face-to-face. En daar wordt best wel veel gebruik van gemaakt. Dus kunnen ze thuis trainen, gewoon achter de laptop. Kunnen ze lessen bekijken van dingen die ze nog niet kennen of niet goed kennen. Ze kunnen examenopgaven oefenen die ik nabespreek. Dus het is in zoverre het is interactief. Ze kunnen ook vragen stellen, maar wel in hun eigen tempo. En herhalen, dus zeker voordelen. En wat vind je van de sfeer vanmiddag? Ja, leuk. Ja, ik was uitgenodigd door een oud teamgenoot van hockey, Niels. Ja. En leuk om hem weer te spreken. En kom jou tegen. En voor de rest ook leuk om weer eens onder ondernemers te zijn, om het zo maar te zeggen.